Mijn terugtrekkende haarlijn. Mijn dunne armen, kaaklijn en slungelige lijf. En is mijn pik wel groot genoeg? Sinds 1997 is het aantal cosmetische ingrepen onder mannen gestegen met 325%. Toen ging ik naar Turkije voor een liposuctie en een penisverdikking en verlenging. Sorry, maar dit is toch echt pijnlijk, gewoon? En ik zocht zelf als 15-jarige jongen uit hoe duur het zou zijn om een neusverkleining te ondergaan. En nog steeds schaam ik me voor mijn lichaam. Maar ik ben niet de enige man die zich daar zorgen over maakt. Mijn lip, mijn wenkbrauwen, mijn mannenborsten en mijn kont ook al. Bijna de helft van de jonge mannen in Nederland voelt zich onzeker over zijn uiterlijk. In de documentaire Mooi Man ga ik op zoek naar de nieuwe schoonheidsidealen van de man. Omdat ik toch al dik ben, hebben mensen geen verwachtingen en ik ben vrij om te doen wat ik wil. En onderzoek ik of het me gelukkiger maakt als ik die idealen probeer na te streven. Ik ben best wel onzeker, best wel heel erg. Maar wat is onzekerheid?